Ik ben jouw host Elke en met Project Amélie boren we de innerlijke wijsheid aan die leeft in jou, zodat je moeiteloos vanuit jezelf het antwoord vindt of voelt op al jouw levensvragen, uitdagingen, crisissen en verlangens. Look inside your soul, trying to make you whole. Hear the whispering. Amélie 2, connectie met je innerlijke stem. Hey, welkom bij deze tweede aflevering van Project Amélie. En vandaag duiken we eigenlijk al helemaal de diepte in. Ik ga jullie al meenemen op het pad van het thema waar deze complete podcast op gebaseerd is. Dat is namelijk die connectie maken met je innerlijke stem. En in deze specifieke podcast wil ik helemaal de diepte ingaan. Want die connectie met je innerlijke stem maken... Jullie zullen het eens zijn met mij, of misschien sommigen niet, maar dat is niet altijd evident. Er liggen namelijk heel wat obstakels op de weg om die connectie keer op keer te verliezen en om eigenlijk echt te vergeten wie wij nu echt zijn, wat wij nu echt willen doen en waar de antwoorden zich situeren. Ja, het goede nieuws, ik zei het je al in de vorige podcast, is dat de waarheid eigenlijk al helemaal in ons zit. Dus dat we ze eigenlijk niet verder te hoeven zoeken dan in onszelf. Maar dat is niet zo evident. We worden namelijk constant geconfronteerd met zaken die ons proberen weg te trekken van onze eigen innerlijke waarheid. En in deze podcast gaan we eigenlijk stilstaan bij die verschillende obstakels, want ik ben ervan overtuigd, als je jou daar bewust van bent, dat het ook veel makkelijker is om er gewoon mee om te gaan. Ik wil jullie ook vertellen wat volgens mij de manieren zijn om jou te verbinden met jouw innerlijke stem. Dus hoe jij kan connectie maken en... Er bestaat niet één antwoord uiteraard, maar verschillende antwoorden. Maar ik zal jullie vooral de antwoorden vertellen die voor mij van toepassing zijn. Ik wil jullie ook vertellen hoe dat je met één simpele vraag het verschil leert kennen tussen jouw ziel en jouw ego. En hoe je kan ruimte geven aan je verlangen. En zoals altijd gaan we deze podcast afsluiten met mijn eigen emo-stemmen die ik de voorbije tijd heb moeten overwinnen. En met een prachtig nummer dat volledig aansluit bij deze podcast. Nu laten we vooral starten met die obstakels waar ik het over had. Er zijn zoveel zaken die ons wegtrekken van onze eigen innerlijke waarheid. En daarvoor wil ik jullie even terug meenemen naar hoe het voor mij was 4 jaar geleden toen ik me midden in een crisis bevond. Toen wist ik helemaal nog niets over innerlijke stemmen. Ik dacht gewoon dat alles wat ik in mijn hoofd dacht en alles wat in mijn hoofd aanwezig was, dat dat de waarheid was. Ik had helemaal nog geen besef. En van de 6000 gedachten die we gemiddeld per dag hebben, ja, is er gewoon heel veel rommel bij. Dus jou daarvan bewust worden is al een heel grote stap. Maar het is natuurlijk wel zo dat de informatie in onze hoofden nog nooit zo overvloedig aanwezig was dan vandaag de dag. Want we hebben nu eenmaal zoveel toegang tot informatie en we zijn allemaal zo verzot van social media, waarbij we nog zoveel meer prikkels krijgen. Dus het is gewoon een echte enorme uitdaging om dicht bij onszelf te blijven. En dat is een echte oefening, dag op dag. Ook ik moet die grens nog constant bewaken. En ik voel ook onmiddellijk wanneer ik de connectie kwijt ben. En soms ben ik wekenlang de connectie kwijt en heb ik het op dat moment zelfs niet eens door. Het is pas als ik de connectie terug heb, dat ik eigenlijk besef van tja, dat is blijkbaar lang geleden dat ik mij zo verbonden heb gevoeld. Maar op die momenten ervaar ik ook in mijn leven veel meer flow, veel meer geluk, veel meer rust in mijn hoofd en komen de resultaten als vanzelf. Dus dat is gewoon een heel fijne ervaring en het is gewoon niet nodig om jou te stresseren over zaken die er niet toe doen en om jou te realiseren dat de meeste zaken het product zijn van jouw gedachten. Nu, wanneer verliezen we de connectie met onze innerlijke stem? Het is eigenlijk wel duidelijk dat we gewoon met z'n allen geconfronteerd worden met te veel stemmen in ons hoofd. Stemmen die van alle kanten komen. Op den duur weet je gewoon niet meer het onderscheid tussen wat dat afkomstig is van je ego, wat dat afkomstig is van je intuïtie, of wat dat afkomstig is van anderen. Met andere woorden, we pikken gewoon zoveel op rondom ons, dat we daardoor het heel erg moeilijk hebben om dicht bij onszelf te blijven. In der tijd, als ik een burn-out had, heb ik het ooit als volgt beschreven. Ik voelde mij alsof ik was gewikkeld in 1001 wikkels doorheen mijn ganse leven. En aan de basis daarvan lag mijn
opleiding, lag mijn opvoeding, lag het feit dat anderen mij triggerden. Alles wat ik doorheen de tijd geleerd had, de personen die in mijn leven waren, al die zaken waren ervoor verantwoordelijk dat ik 1001 wikkels rond mijn kern had, die eigenlijk niets met mezelf nog te maken hadden, waardoor ik heel ver verwijderd was van mezelf. En het was dan aan mij om mezelf terug te gaan ontwikkelen, om terug bij die innerlijke stem te komen en te voelen, wie ben ik nu en wat wil ik nu, los van al de rest. Nu, voor mensen die, net als ik, heel veel last hebben van pleasergedrag, is dat gewoon heel erg moeilijk. Je bent zo ingetuned op de verlangens van anderen dat je automatisch leert om niet naar jezelf te luisteren. Het is alsof je bijna gevoed wordt en gelukkig wordt door een ander blij te maken, waardoor dat je eigenlijk stelselmatig jouw eigen verlangens gaat onderdrukken. Wanneer dat je dat jarenlang stand houdt, ja, dan voel je gewoon op den duur niet meer wie dat jij bent en wat dat jij wil. Dus ja, ik heb echt wel moeten komen afmaken met dat serieuze pleasergedrag om terug die connectie met mijn innerlijke stem te maken. Het is gewoon ook ontzettend moeilijk om het verschil te voelen tussen de stem van jouw intuïtie en de stem van jouw ego. Ik heb het lange tijd ontzettend moeilijk gevonden om bijvoorbeeld te weten of iets het resultaat was van mijn vlijmscherpe goede intuïtie, of het eigenlijk een product was van mijn ego dat zich uitte in de vorm van angst. Dus het is heel belangrijk dat je leert om dat onderscheid te maken tussen die twee zaken. Want als je niet doorhebt wat het ene of het andere is, dan is het heel moeilijk om in flow te gaan leven. Ik ga zeker en vast in volgende podcast dieper ingaan op dit specifieke thema, want alleen al daar valt heel veel over te vertellen natuurlijk. Maar laten we vooral verder ingaan op die verschillende stemmen die het zo rumoerig maken in ons hoofd, waardoor we eigenlijk de essentie niet meer kunnen voelen. We kunnen bijvoorbeeld, zoals ik daarnet al zei, geen onderscheid meer maken tussen datgene wat van jou is en dat wat van anderen is. Iemand die heel gevoelig is en die heel erg open staat en heel erg opmerkzaam is voor de wensen van anderen, die voelt op den duur niet meer of iets een eigen verlangen is of een verlangen van een ander is. En dat is iets wat ik jaren heb gehad zonder dat effectief van mezelf te beseffen. Ik had geen flauw benul als ik aan het pleasen was, dus ik deed eigenlijk niet anders. En ik wist al helemaal niet dat mijn leven een aaneenreiging was van acties die gebaseerd zijn op het pleasen van anderen. Ik had gewoon nooit iets anders gedaan. En hoe dat ontstaat, ja, dat is het, de ene mens is daar gevoeliger aan dan het andere. Het zou vooral veel te maken ook hebben met perfectionistisch gedrag. Dat ontstaat in de kindertijd. Wanneer dat je heel onzeker bent, ga je allerlei patronen gaan installeren. En die patronen gaan ervoor zorgen dat je vooral alles doet om, ja, bevestiging te krijgen van buitenaf. En pleasen is een vorm van drang naar bevestiging van buiten jezelf. Een van de andere zaken waar ik zelf overvloedig mee te kampen had, is dat ik door mijn hoogsensitiviteit heel vaak compleet overprikkeld ben. En dat ik heel onrustig word daarvan ook. En op die momenten van overprikkeling is niets meer helder. Dan voel je echt niet meer welke kant je uit moet, dan zit je gelijk helemaal geblokkeerd en vast. En wanneer dat je overprikkeld bent, op een moment dat je belangrijke keuzes moet nemen, dan kan je het al helemaal vergeten. Dus die ontprikkeling is gewoon superbelangrijk om helder te krijgen wat dat de volgende stap is die je moet nemen. Heel veel mensen die mij volgen, die ik ken via Elke Dag Energie, die hebben bijzonder veel last van keuzestress. Die durven ook heel moeilijk acties nemen, maar zijn ook heel vaak bijzonder gevoelige mensen die door de overvloedige prikkels helemaal geblokkeerd raken en niet meer weten welke kant dat ze uit moeten. Dus die ontprikkeling, dat is ook echt essentieel om terug die connectie te maken. Nu, als er iets is waar we tegenwoordig allemaal super, super door geconfronteerd worden, dan is het getriggerd worden op onze angsten. En daar zijn ze in de marketing tegenwoordig heel erg sterk. En ik zie het constant gebeuren op social media, dat eigenlijk bepaalde diensten worden aangeboden, vooral dan aan ondernemers, waarbij er gebruik wordt gemaakt van marketing die inspeelt op onze oerangsten. Angsten zoals het FOMO-syndroom, fear of missing out. Je wordt eigenlijk echt bijna gebrainwashed en wijsgemaakt dat je bepaalde stappen moet zetten als je niet wilt falen, als je niet wilt verliezen. En op die moment ga je dus helemaal daarin op, omdat je die angst wil wegwerken. Dat is gewoon een instinctief gevoel, dat is je oerbrein, dat moet gesust worden. Dus
Wij doen er bijna alles aan om onze angsten weg te werken en daardoor nemen wij soms gewoon verkeerde beslissingen die helemaal niet in connectie staan met wat onze innerlijke stem zou doen. Zo zie ik een heleboel ondernemers die eigenlijk gewoon heel veel te bieden hebben op vlak van intuïtie, die hele mooie producten hebben in de wereld te zetten, maar die het gewoon soms niet in de markt gezet krijgen, omdat ze overweldigd raken door de adviezen daarbuiten, door andere ondernemers, omdat ze zich bijvoorbeeld heel hard spiegelen aan hoe collega-ondernemers het doen en dat ze daardoor het fear of missing out-syndroom ook wel te pakken krijgen, waarbij dat ze ook denken van, tja, die is succesvol, die zet die stappen, dus ik zal nu wel hetzelfde moeten gaan doen. Maar door je constant te spiegelen aan wat anderen doen, verlies je opnieuw die connectie met jezelf. De angst om iets te missen is op die moment gewoon groter dan het vertrouwen hebben om gevoelsmatig dingen te doen. En de momenten waarop ik mezelf verlies, en ik heb ook nog vaak dat ik vastzit of dat ik niet weet welke beslissingen ik moet nemen, maar op die momenten probeer ik wel helemaal afstand te nemen van alles daarbuiten en probeer ik het antwoord altijd in mezelf te vinden. En dat is gewoon het juiste antwoord. Bovendien mogen we ook niet vergeten, ja, we zijn allemaal jarenlang opgevoed geweest door onze ouders, door het onderwijs. En het is vooral in een brein dat heel erg jong is, dat nog veel zaken kunnen geïnstalleerd worden. Het is dan dat eigenlijk onze patronen gevormd worden. Dus ergens zitten wij mensen vol van aangeleerde patronen of patronen om onszelf te beschermen die eigenlijk ja, niet zoveel met onze kern te maken hebben. En je daarvan ontdoen, ja, dat is niet evident natuurlijk, hè, want je hebt het zo aangeleerd gekregen, maar probeer je eens af te vragen of bepaalde gedragingen en acties in je leven, of het feit dat je jezelf niet meer voelt, of dat misschien het resultaat is van de manier waarop jij bent opgevoed, of dat dat misschien te maken heeft met hoe jij als kind in school onderwezen bent geweest. Het is heel belangrijk om hierin de rol van onze hersenen toch eventjes toe te gaan lichten, waarbij dat je moet begrijpen dat er een linker- en een rechterhersenhelft is. En de linkerhersenhelft is de heel analytische, rationele kant van onze hersenen, waarbij dat we de dingen eerst grondig bestuderen, waarbij dat we vooral rationele beslissingen nemen op basis van analyses en niet zomaar in het wilde weg in het diepe durven springen. Terwijl dat daar tegenover de rechterhersenhelft staat, die gaat over het creatieve vermogen in ons, die net wel gaat over flow en over het blindelings volgen van onze intuïtie. En laat nu net ons onderwijssysteem vooral gebaseerd zijn op het ontwikkelen van die linker hersenhelft. Gedurende onze ganse schoolcarrière leren wij bijna enkel onze linker hersenhelft ontwikkelen, waardoor de mensen die nu van de schoolbanken komen, ja, ik durf het gerust wel een soort van gebrainwashed zijn noemen, omdat wij niet geleerd hebben om die rechter hersenhelft te ontwikkelen. We zijn als het ware bijna bang om daarop te vertrouwen en er bevindt zich daardoor een heel groot onevenwicht. Ik ben er ook van overtuigd dat daardoor heel veel mensen in crisis belanden, in burn-out belanden, omdat ze zichzelf niet meer kunnen voelen. Ze zijn niet meer in staat om te voelen wat er in zich leeft. Want daarnaast ja, hebben we ook nog weinig connectie met de natuur. Dus we zijn zo ver verwijderd geraakt van ons gevoel. En bovendien is alles in onze maatschappij er ook nog eens op geïnstalleerd om het zo te laten verlopen. Dus ook mensen die bijvoorbeeld last hebben van perfectionisme, dat is echt een product van onze linker hersenhelft. En het is terug die verbinding maken, leren maken tussen die twee hersenhelften, zo de linker en de rechter hersenhelft, die er kunnen voor zorgen dat je toch wel terug meer die connectie krijgt met jouw innerlijke stem. Ik wil er wel meteen bij vertellen dat ik niet pleit om die linker hersenhelft gewoon voer tegen te zeggen en die te negeren en alleen maar te focussen op de kwaliteiten van de rechter hersenhelft. Maar ik geloof wel in een mooi samenspel. Ik geloof dat het alle twee kan zijn. Er mogen nog rationele acties in het leven zijn. Je mag bepaalde zaken nog eens goed doordenken en jouw brein voor gebruiken. Dat maakt ons net menselijk. Dat maakt ons ook uniek. Maar anderzijds mogen we ook niet vergeten dat die rechter hersenhelft niet zo zwaar verwaarloosd mag worden. Nu, bij mensen die niet meer voelen wat er diep van binnen leeft en wiens intuïtie dat er ondergesneeuwd is geraakt, zo durf ik het wel noemen, zijn er verschillende manieren om die verbinding terug te maken. En ik noem het niet zozeer technieken, want
Ik ben zelf niet iemand die het heel goed doet met techniek, want dat lijkt voor mij weer iets dat geïnstalleerd moet worden. Maar ik doe dat heel gevoelsmatig. En ik wissel dus de technieken gewoon af op gevoel, wat ik op dat moment denk nodig te hebben. Ik zou zeggen meditatie, en dat is eigenlijk op vandaag nog niet eens mijn lievelingstechniek, omdat ik dat eigenlijk te weinig doe. Ik streef er wel naar om dat meer te doen, omdat ik gewoon ook weet dat dat bijzonder goed is, vooral voor onze hersenen. Omdat je bij meditatie eventjes je gedachtenstroom kan stilleggen en terug naar jezelf komen. Maar ik wil toch ook wel er nadruk op leggen dat er meer is dan meditatie alleen. Want tegenwoordig hoor je natuurlijk overal dat meditatie keigoed is, en dat is het ook. Maar niet iedereen slaagt erin om te mediteren. En het is net omdat veel mensen er niet in slagen dat ze het eigenlijk al snel opgeven om die connectie op te zoeken met zichzelf. Vandaar wil ik ook wel even stilstaan bij die andere manieren om die verbinding aan te gaan. Een van mijn favoriete manieren, en die pas ik eigenlijk wel bijna dagelijks toe, dat is schrijven. Schrijven, dat is iets dat je misschien van nature hebt. Ik heb als kind dagboeken volgeschreven, dus ik denk dat dat gewoon een manier is die al in mij zit, waardoor dat bij mij natuurlijk de voorkeur krijgt. Maar door te schrijven, en vooral met de hand te schrijven, want dat is niet hetzelfde dan te typen, laat je toch een bepaalde flow en proces breng je op gang in je hoofd. Door bepaalde dingen op papier te laten vloeien, worden zaken die eigenlijk eerst in je hoofd zitten werkelijkheid. Anderzijds zorgt het ook dat je hoofd leeg maakt. Er zijn zoveel zaken die zorgen voor ballast in je hoofd, dat je hoofd constant overvol lijkt. Wanneer dat je dus zaken op papier laat vloeien, dan maak je eigenlijk ruimte in je hoofd, ruimte die dan vrijkomt om die connectie te maken met jouw innerlijke stem. Er zijn verschillende manieren om te schrijven, technieken van te schrijven. Ik vermoed dat ik daar ook nog eens een complete podcast zal overgeven, omdat ik dit zou mij te ver doen afwijken van de essentie van deze podcast. Maar schrijven op zich is echt een hele goede techniek. Dus als je niet aan de slag kan met mediteren, probeer gewoon al eens om dagelijks, al is het maar één pagina vol te schrijven met jouw gedachten. Daar moet geen structuur in zitten. Dat moet niet logisch zijn. Gewoon schrijven wat je denkt en wat je voelt is eigenlijk al meer dan genoeg. Eentje dat je misschien niet meteen zal verwachten, maar dat voor mij eigenlijk al zoveel betekend heeft de voorbije jaren, is actie nemen. Ik merk dat heel veel mensen vastraken doordat ze 1. overprikkeld zijn, 2. niet weten welke keuze dat ze moeten nemen en vervolgens bevriezen ze helemaal. En het is eigenlijk in het niet nemen van actie dat ook onze energie gaat stagneren. Want wanneer dat je kijkt hoe dat de planeet werkt, hoe dat de aarde werkt, hoe dat wij als mensen in flow doen wat ons te doen staat, dan is dat eigenlijk allemaal vanuit de actie. We kunnen eigenlijk niet iets manifesteren of niet iets aards maken als we geen actie nemen. Wanneer dat de zaken enkel en alleen maar in jouw hoofd leven, dan zorg je ervoor dat de energie blokkeert in jouw hoofd. En dat klopt ergens ook niet. Wanneer je bijvoorbeeld kijkt naar Boeddha, en hij vertelt zelf ook dat een Boeddha per se dik wordt gemaakt, omdat die energie zich in de buik bevindt. En bij veel mensen die tekort hebben aan energie of die niet in flow geraken, zit de energie gewoon vast in het hoofd, omdat ze geen actie durven nemen, omdat ze geen beslissingen durven nemen. Dus ik heb al heel vaak ook vastgezeten. En je zit vaak vast omdat je niet durft te kiezen. Maar eigenlijk zit de kunst er net in om net dan wel een keuze te maken. En je kan eigenlijk geen foute keuzes maken. Maar het is net door wel naar die actie over te gaan dat je heel goed gaat voelen of dit nu exact is wat er jou te doen staat. Het antwoord komt namelijk niet in die stagnatie van die energie. Het antwoord kan zich gewoon niet aandienen, want je hoofd zit te vol en je bevriest helemaal. Dus misschien zit je vast in je leven en weet je niet welke weg je nu moet gaan. Maar doe gewoon iets. Pik er 1 ding uit, denk daar niet te veel over na en start er gewoon mee. Als uiteindelijk blijkt dat het niet jouw ding is, dan zal je dat antwoord sowieso wel aangediend krijgen. Je gaat het voelen. Je gaat het vanzelf voelen dat dit niet hetgene is waar je mee aan de slag moet gaan en dan kan je gewoon voor het volgende kiezen. Maar je kan uiteindelijk niets fout doen, want het is in die actie dat veel antwoorden zich aandienen. Iets wat als vanzelf op mijn pad is gekomen door veel innerlijk werk te doen en wat nu een godsgeschenk blijkt, is eigenlijk mijn bakkerij Bite & Boost. Ik heb daar niet heel veel over nagedacht, omdat het zo'n intuïtief project is geweest. Het is een heel tastbaar product, dus het lijkt op zich rationeel, maar dat is het absoluut niet. En
Bij Bite & Boost maken we onze crackers zelf, onze granola binnenkort ook. En ik heb heel lang gedacht, Elke, dit is niet wat er mij te doen staat, want ik heb heel lang gestudeerd en ik ben toch een persoon die vooral het hoofdwerk moet doen. Ik moet de manager zijn van mijn bedrijf. Veel moeten en veel ideeën die ik zelf heb geïnstalleerd in mijn brein. Maar in de eerste fase van Bite & Boost voelde het voor mij gewoon niet goed om zo snel groot te worden, ook al hadden we daar zeker wel het potentieel voor. We hebben het bewust kleinschalig gehouden en we bakken maar een aantal dagen per week. Af en toe ik, maar meestal is dat mijn moeder. En de dagen waarop ik bak, merk ik gewoon stelselmatig dat ik helemaal in flow geraak, dat ik heel erg dicht bij mijn innerlijke stem kom en dat er heel veel antwoorden als vanzelf uit de lucht in mijn hoofd komen gevallen. En wat ben ik op dat moment aan het doen? Ik ben handwerk aan het doen. En dus onze crackers worden artisanaal gemaakt en echt het is een proces van handmatig uitsmeren. Dat is ook een vrij moeilijke techniek, waarbij dat je dus eigenlijk ja, echt wel met je hoofd bent bij de activiteit die je op dat moment aan het verrichten bent. En dat zorgt ervoor dat ik op momenten dat ik crackers bak, heel erg in het hier en het nu ben. Dat ik niet te veel bezig ben met piekeren, maar echt wel gewoon met de activiteit waar ik mee bezig ben. En het idee dat dat jobje eigenlijk niet voor mij is, of dat ik de manager van mijn bedrijf hoorde te zijn, heb ik helemaal kunnen loslaten wanneer ik ontdekte hoeveel positieve effecten het gewoon heeft op mijn mentale gezondheid om af en toe zelf die crackers te bakken. En hoeveel ja, connectie dat brengt met Amélie als ik dat doe. Dus vandaar dat ik ja, handwerk in het algemeen wel kan promoten voor mensen die te veel in hun hoofd zitten. Sowieso is creatief bezig zijn en jouw talenten ontwikkelen, jouw talenten uitdrukken. Dat zijn allemaal manieren om meer aan de slag te gaan met die rechter hersenhelft en dus ook om die connectie terug te maken met jouw innerlijke stem. Ik merkte ook, vooral tijdens weekends en vakanties, dat het voor mij op sommige momenten heel moeilijk was om te spelen met mijn kinderen, omdat ik altijd wat bezig ben met het denkwerk. Maar op de momenten dat ik dat dan eens helemaal kon loslaten en gewoon met hen kon zijn en met hen kon spelen, dat ik daar enorm van kon genieten. En dat ik net op die momenten ook heel intens geluk kan ervaren. Dus het is ook mijn uitnodiging om een keer na te denken hoe dat je zelfs als volwassen persoon meer zou kunnen spelen, meer zou kunnen zijn en minder in jouw hoofd kan leven. Want uiteindelijk bezitten we allemaal nog een innerlijke kind. En dat innerlijke kind staat vrij dicht tegen ons innerlijke stem. Dus terug die connectie met dat innerlijke kind maken, dat kan jou gewoon ontzettend helpen. Is dat eigenlijk die innerlijke stem? Dat is een goede vraag, hè? Want zoals ik daarnet al zei, er gaan zoveel gedachten door jouw hoofd en jij hebt misschien het idee dat al die gedachten jouw innerlijke stem zijn. Ik heb daarnet al gezegd, dat is het niet. We hebben zo net uitgebreid overlopen waar al die stemmen vandaan kunnen komen, waar al die patronen vandaan kunnen komen. Het belangrijkste onderscheid dat je daarom dient te maken, en het is belangrijk dat we dat even gaan vereenvoudigen, dat is in feite dat je gewoon al eerst het verschil kennen tussen de stem van jouw ziel en de stem van jouw ego. Jouw ziel is hetgeen wat in liefde diep van binnen in jou leeft. En alles wat gebaseerd is op het antwoord van jouw ziel, dat is in feite waar jij als mens bent toe voorbestemd om te doen. Jouw ego daarentegen, dat maakt ons net heel aards, laat ons zo stellen. En het ego is erop uit om ons angstig en bang te maken voor dingen en is vooral erop uit om ons tegen te houden, om inspirerende acties te nemen en onze dromen na te jagen. Nu, ons ego zorgt er ook vaak voor dat we verkeerde beslissingen nemen. En ik wil hier even de nadruk leggen op het feit dat verkeerd op zich niet bestaat. Want je kan altijd jouw pad corrigeren en je hebt altijd de keuze om iets anders te doen. Maar heel vaak ga je wel twijfelen omwille van iets wat jouw ego jou probeert wijs te maken. En er is één magische vraag die jij jezelf kan stellen als je even vastloopt in het leven. En die vraag is, wat zou liefde zeggen? Met andere woorden, als je het even niet meer weet, wat zou jij dan kiezen als het vanuit liefde is dat je mocht kiezen? En dan gaat het al zoveel lichter aanvoelen. Ik ga een voorbeeld geven van mezelf. In mijn ondernemerschap is mijn grootste ego-probleem, en ik mag het misschien niet zo zwaar als een probleem benadrukken, want eigenlijk heb ik dat probleem niet, maar mijn ego heeft dat probleem. En dat is alles wat met geld te maken heeft.
Eigenlijk heb ik absoluut geen geldzorgen en heb ik vanaf dag 1 in mijn onderneming rijkelijk inkomsten mogen binnen laten komen, maar toch had mijn ego altijd het idee dat het meer moest zijn. Mijn vader heeft ooit tegen mij verteld dat ik door mijn hogere studies een heel hoge functie zou hebben. En mijn vader heeft mij heel vaak verteld dat ik veel geld zou verdienen. En ik denk dat ik dat ergens geïnstalleerd heb, waardoor mijn ego altijd vindt dat het meer moet zijn, dat ik nog succesvoller kan zijn. En het succes volgens mijn ego, ja, dat meet je af door materiële zaken, door financiële rijkdom en door wat ik bereik in mijn leven volgens status. Op zielsniveau bestaat dat natuurlijk allemaal niet. Op zielsniveau kan je beslissingen nemen die volledig te maken hebben met wat je uit liefde zou kunnen doen voor jezelf en voor de mensheid. Zowel uit zelfliefde, maar ook uit hoe ik als ziel kan groeien. En wanneer ik vastloop en geen beslissingen kan nemen omwille van een geldissue, en dat is meestal echt niet omdat ik het geld niet heb, maar gewoon omdat ik mezelf wijsmaak dat ik het geld daarvoor niet wil spenderen bijvoorbeeld, of omdat ik mezelf wijsmaak dat er andere manieren zijn om gemakkelijker of meer geld te verdienen, dan is heel vaak mijn ego een grote saboteur in het echt kiezen voor een project dat helemaal op zielsniveau is. En ik denk dat deze podcast daar het beste voorbeeld van is. Dat is een project waar mijn ego niet echt mee akkoord is. Dat echt een zielsproject is. Maar dat heb ik volledig losgelaten, omdat ik ook die patronen van mijn ego herken. Dus wat zou liefde zeggen? Liefde zou zeggen, elke maak die podcast, want wat je daarin te brengen hebt, ja, dat is ontzettend verrijkend voor de wereld daarbuiten, voor heel veel mensen. En daar ga je heel veel mensen mee kunnen helpen. Mijn ego zou mij vertellen, ja, die podcast zomaar uit het niets, hoeveel geld gaat dat opbrengen? En gaat dat er wel voor zorgen dat je de komende maanden voldoende inkomsten gaat genereren? En ga je dan wel nog voldoende tijd overhouden om te focussen op die projecten waarvan je nu al weet dat die echt geld opleveren? Dat zou mijn ego mij zeggen. Maar ik heb nu heel veel vertrouwen in mijn ziel dat die de juiste keuzes maakt. En ik kies op dit moment altijd voor zielsdoelen boven gelddoelen. En dat is heel belangrijk geweest als ondernemer om daarin te shiften. En dat terwijl ik als ondernemer nog nooit een tekort heb ervaren, maar wel het idee heb dat een succesvolle ondernemer heel veel geld verdient. En als je eventjes daarbuiten kijkt, dan zijn er op vandaag een aantal heel, tussen aanhalingstekens, zeer inspirerende online ondernemers die een miljoenenbusiness hebben opgezet en die jou vertellen dat miljoenen verdienen via jouw zaak, dat iets is wat heel zielsgewijs kan en dat iets is waar je jou moet voor openstellen en dat iedereen het kan. En ik geloof daar ook ergens wel in. Ik geloof letterlijk dat je alles kan manifesteren wat je wil, maar ik ben er ondertussen ook van overtuigd dat dat niet mijn absolute zielsdoel is. Het is niet mijn zielsdoel om gemakkelijk miljonair te worden met mijn bedrijf. Ik zou mij daar kunnen op focussen en de zaken kunnen doen en mij daarop afstemmen, maar ik kies ervoor om dat niet te doen, omdat ik voel dat er heel veel ego op zit. En ik heb daarom geen oordeel over mensen die dat wel nastreven. Wanneer zij ervan overtuigd zijn dat het hun zielenpad is om heel rijk te worden, dan heeft iedereen het recht om dit te doen. Ik geloof veel eer wel dat mensen die heel erg intunen op hun zielenpad en alles vanzelf laten stromen, dat het wel kan een gevolg zijn dat je rijk wordt. Niet omdat het jouw doel is, maar omdat je gewoon zodanig krachtig in het leven staat, in flow leeft en omdat je alles gemanifesteerd krijgt. En omdat je alles vanuit die manifestatie doet, ja, daar is automatisch een materieel resultaat van. Een geaard resultaat is dat daar geld uit voorkomt. Maar dat zou volgens mij nooit het absolute doel mogen zijn. En dan komen we heel dicht bij het volgende item dat ik nog wil bespreken in deze podcast. En dat is ruimte geven aan jouw verlangen. Er zijn zo'n paar zaken waar we denken naar te verlangen. En bij mij was dat heel lange tijd. Het verlangen naar meer geld, meer status. En dat was ook hetgeen wat mijn parten speelde toen ik bij de bank werkte. Ik was gefrustreerd dat ik geen hogere functie kon krijgen. Geen functie met meer aanzien, laat ons zeggen. Maar pas nu begrijp ik dat dat eigenlijk allemaal niet eens belangrijk was.
Dat was niet het echt diepere verlangen van mijn ziel. Mijn ziel heeft heel andere verlangens dan zaken die gebaseerd zijn op status en op ego. Wanneer we echter onze diepste verlangens niet voelen en er niet naar luisteren, dan ontstaat er een soort van onrust. En dan kan het eigenlijk wel lijken alsof dat er verlangens in de plaats komen die u misleiden. En dat zijn soms zelfs zeer ongezonde verlangens. En dat kan zich dan zelfs camoufleren als een verslaving. Bijvoorbeeld een ongezond verlangen waar ik heel vaak mee geconfronteerd word bij mijn klanten is het verlangen naar ongezond eten, zoals naar suikers. Eigenlijk kan je het verlangen naar voeding, naar foute voeding, of het verlangen naar drugs of naar alcohol, kan je allemaal onder die noemer gaan brengen van eigenlijk het niet horen van het dieper verlangen van je ziel. Want diep van binnen hebben we allemaal een verlangen dat gebaseerd is op liefde. Maar wanneer we daar niet naar luisteren en wanneer we bang zijn om ernaar te luisteren en wanneer we vol van dat ego raken, dan raken we zodanig ver verwijderd van dat diepere zielsverlangen dat we uiteindelijk wel achterblijven met een gevoel van onrust, een gevoel dat er iets niet klopt. En om dat te gaan camoufleren bij onszelf, om die onrust weg te werken, zoeken we eigenlijk naar een kortstondige manier om ons gelukkig en blij te voelen. En ja, bij kortstondige manieren van gelukkig en blij te voelen, ga je vooral op zoek naar snelle dopamine-shots. En die snelle dopamine-shots, ja, die vind je bijvoorbeeld in drugs, vind je in suikers, maar vind je bijvoorbeeld ook in het constant aanwezig zijn op social media en het checken hoeveel reacties er op jouw post zijn gekomen. Dat zijn echt instant dopamine-shots om jou die bevestiging te geven waar je naar zoekt. Maar weet dat je die bevestiging uiteindelijk daar nooit in zal vinden en dat die enkel diep van binnen in jezelf zal te vinden zijn. Wanneer je wel voelt wat dat diepere verlangen is, en daarvoor is het echt belangrijk om geregeld in te tunen op die innerlijke stem, zoals ik doe al schrijvend of al mediterend of door met handen te werken en dergelijke meer. Als je die connectie maakt en je voelt van ja, dat is wat ik eigenlijk echt wil doen, dan kan er ook nog een dualiteit heersen met die maakbare mens die tegenwoordig zo populair is. We willen allemaal zodanig hard aan onszelf werken dat we eigenlijk een beetje de andere kant gaan overhellen. En dat we in feite, door net zo dicht bij onszelf te willen komen, dat we ons een beetje gaan verhalopperen aan die persoonlijke ontwikkeling. Ik heb het er in de vorige podcast ook al over gehad. Dus die balans daarin vinden en oké, ontwikkel jezelf, maar ga er ook mee aan de slag. Want een van de allergrootste valkuilen die ik opmerk bij mensen die into persoonlijke ontwikkeling zijn, is dat ze zich gewoon blijven verdiepen en dat ze zich blijven bijscholen, maar dat uiteindelijk het echt zelfleven daarvan uitblijft. Dus dat ze in feite meer bezig zijn met de inspiratie en met het opdoen van de inspiratie dan met het zelf integreren in het leven. En ik denk dat we daar allemaal ons moeten van bewust zijn dat uiteindelijk de echte magie maar kan beginnen als de integratie volgt in het eigen leven. Nu, in het kader van die maakbare mens en van het gebruiken van tools die jou kunnen helpen met dichter bij die innerlijke stem te komen, geloof ik er effectief in dat er ook rationele tools bestaan die ons dichter bij ons innerlijke stem brengen. En een van mijn favoriete tools is eigenlijk op dit moment het creëren van focus en discipline. En je zou nu denken, ja, dat past toch niet bij intuïtief leven? Ik heb een tijdje gedacht dat als ik vanuit mijn gevoel wou leven, dat ik enkel en alleen doorheen de dag maar mocht doen waar ik zin in had. En dat heeft geresulteerd in een huishouden dat na mijn burn-out helemaal is ontploft. Niet in die mate dat je bij mij niet over de vloer kunt komen, zo erg is het nooit geworden, maar ik had compleet geen orde. Ik heb een burn-out gekregen op het moment dat wij pas verhuisd waren en daardoor is er nooit echt bijvoorbeeld orde gekomen in mijn kasten en had ik geen structuur in mijn leven. Maar ik dacht, nee, ik leef zodanig ingetuned op Amélie en vanuit mijn stem. Dus ik heb geen oog voor alles wat dat te rationeel is. Maar ik heb later ingezien dat dat eigenlijk ook niet echt werkt. Dat ik effectief wel op bepaalde vlakken discipline en focus nodig heb, want dat is nu eenmaal het aardse leven waarin we leven. Ik heb bepaalde taken die ik dagelijks dien te doen als goede moeder en als goede vrouw. En dat maakt mijn leven ook gemakkelijker. Daardoor creëer ik ook veel meer ruimte in mijn hoofd door alles beter te structureren. Dus ik heb voorbije jaar heel veel geïnvesteerd in persoonlijke ontwikkeling op vlak van focus, op vlak van het zoeken naar structuren in mijn leven die mij helpen om de dingen op te ruimen, om de dingen
gedaan te krijgen die moeten gedaan worden en om zo wel de ruimte te creëren om echt tijd te maken voor die spirituele groei en om wel naar Amélie te kunnen luisteren. Want als je geen focus hebt en zomaar alle stemmen laat binnenkomen, ook al zijn het intuïtieve stemmen, dan raak je op den duur ook ondergesneeuwd daarin. Dus dat vind ik ook wel een valkuil waar ik zo even wil bij stilstaan. Nu zijn we ondertussen aan het einde van deze tweede podcast gekomen en wil ik opnieuw stilstaan bij welke ego-stemmen ik deze keer heb moeten overwinnen. Ben ik wel gespecialiseerd genoeg in deze materie hier om hier een podcast over te maken? Er zijn toch mensen die al veel langer bezig zijn met spirituele ontwikkeling dan ik. Wie ben ik in godsnaam om hierover te praten? Tja, dat is al een stemmetje dat ik al vaker heb gehoord en dat is ook het stemmetje dat mij zeer lang heeft tegengehouden om er effectief iets mee te doen. Nu ben ik ervan overtuigd dat de waarheid die in mij leeft, dat dat niet gaat over specialisatie, dat dat niet gaat over expertise. Dat is gewoon iets wat er is. Ik ben alleen de vertaler van die waarheid. Ik ben gewoon elke die die waarheid aanschouwt en ze naar buiten brengt. En dat heeft eigenlijk op zich niets te maken met expertise of jarenlange ervaring. Dat is eigenlijk zo simpel als het maar kan zijn, want dat is er gewoon. Ook het feit dat er tegenwoordig wel steeds vaker programma's ontstaan en een aanbod ontstaat rond die spiritualiteit, maakt dat ik misschien soms denk dat ik heel cliché bezig ben en dat iedereen dat al doet. En dan zegt mijn ego tegen mij, ja, elke zeg, kom ik er een beetje origineler uit de hoek, hè, zeg. De bron van jezelf en je innerlijke waarheid en je innerlijke stem is toch allemaal wel een beetje cliché als ik mijn ego laat praten. Maar ook, ja, daar heb ik dat het zwijgen moeten opleggen, want het is iets dat sterker is dan mezelf. Het is een verlangen dat ik ruimte geef en naar buiten breng. Voilà, en ja, hoe willen we deze podcast nu uiteindelijk afsluiten, nu we even die ego-stemmen hebben beluisterd? Ik kies vandaag voor een prachtig nummer. Een nummer uit een tekenfilm weliswaar. Een tekenfilm die ik met mijn kinderen al vaak heb bekeken, omdat ik het een prachtige film vind voor de boodschap die erachter zit. En dat is de tekenfilm Vaiana. Ik heb hem in het Nederlands bekeken, omdat mijn kindjes natuurlijk nog bijzonder klein zijn. Dus ook het nummer ga ik in het Nederlands brengen. Ik ga het nummer brengen, Ooit zal ik gaan, gebracht door Laura Tessaro. En ik vind dat een prachtig nummer, omdat dat eigenlijk gaat over het verlangen van een heel jong meisje die leeft in een stam. Volgens de tradities die ze geleerd heeft van haar ouders, mag ze niet in de buurt van de oceaan komen, want het is daar veel te gevaarlijk. Het is eigenlijk een bepaalde legende, het verhaal, waarbij het meisje de taak krijgt om in de oceaan iets te gaan zoeken waarbij dat er veel kwaad uit de wereld zou gehaald worden. En het is haar taak om dit in de oceaan te zoeken, maar als klein meisje weet ze eigenlijk dat ze daar niet mag zijn, maar haar verlangen is zodanig groot dat ze als het ware naar die oceaan wordt toegezogen en dat ze op een dag, ook al willen haar ouders dat niet, toch een tocht onderneemt op die oceaan om haar zielsmissie te leven. En ja, dat nummer vind ik heel passend bij deze podcast, omdat we hier toch wel vertellen over hoe dat je ruimte kan geven aan jouw verlangen dat in jou leeft, als het echt een oprecht zielsverlangen is. En hoe dat je inderdaad sterker en groter mag zijn dan wat dat je in je opvoeding hebt te horen en te zien gekregen, dat je dat verlangen mag volgen als het zo sterk is. Dus ik breng het Nederlandstalige nummer van Vaiana. Ja, ik heb het al 1000 keer gezongen voor mijn kinderen, dus ik ben er ook ontzettend vertrouwd mee om het zo te zingen. Trouwens, een andere ego-stem was, ga je dat nu echt doen? Een nummer uit een kinderfilm zingen? Dat is nu toch niet echt volwassen elken, maar ja, ook daar. Ik vind dat gewoon een mooi nummer en ik ben ervan overtuigd dat heel veel mensen het een mooi nummer zullen vinden. Dus laten we meteen luisteren naar dat prachtige nummer van Vaiana, gebracht door mezelf. En mag ik jou ook van harte uitnodigen om naar de website te gaan, www.projectamelie.be, waar je je op Amélie's lijst kan inschrijven, zodoende dat jij alles te weten komt over wanneer die volgende podcast eraan komt, dan word je gewoon meteen verwittigd. En verder, op iTunes zou ik het heel erg appreciëren mocht je mij een mooie score geven, zodat deze podcast bekend raakt bij andere mensen voor wie het nuttig kan zijn. Heel erg bedankt om te luisteren en tot de volgende.
Zolang als ik mij ook maar kan herinneren, staar ik steeds naar het water en ik weet niet eens waarom. Ik ben toch de dochter van mijn vader, maar ik trek steeds naar het water, de plek waar ik het liefste kom. Waar ik ga of sta, welk pad ik loop, welke weg ik ga, tussen vrees en hoop, alles leidt naar zee. Ik wil met haar mee naar waar ik wil zijn. Waar de hemel de zee overwint, verlang ik voorbij een ster, zo groot en ver. Met de wind in mijn rug op de zee kan ik zeilen. Ooit zal ik gaan. Als ik ga, heb ik geen idee hoe ver ik ga. Het is waar, iedereen hier op het eiland lijkt gelukkig op dit eiland. Alles is hier voorbestemd. Echt waar, iedereen hier op dit eiland heeft een rol op dit eiland, maar mijn rol voelt beklemd. Ik ben trots, ik leid en ik maak ons sterk en ik ben bereid voor het grote werk. Maar die stem in mij, dat is wat ik merk, zingt een ander lied. Waar de hemel de zee overheerst, verblindend. Voorbij de zon, daar is mijn droom. En het lijkt wel of iemand naar mij roept, kom ontdek me. Je moet nu gaan, zie wat verder ligt na het vergezicht. Waar de hemel de zee overwint, verlang ik. Voorbij een ster. Met de wind in mijn rug op de zee kan ik zeilen, voorbij de maan.